biociden zijn belangrijk voor het beschermen van de gezondheid van een vee en ook om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Naast de regels voor mest, dierenwelzijn en gewasbeschermingsmiddelen hebben boeren te maken met regelgeving voor biociden. Dit zijn alle bestrijdingsmiddelen die niet gebruikt worden voor het beschermen van gewassen en het bestrijden van onkruid. Boeren gebruiken biociden voor bijvoorbeeld de desinfectie van melkapparatuur en drinkwatersystemen. Maar ook voor het bestrijden van insecten en knaagdieren. Biociden moeten wel duurzaam en veilig gebruikt worden. En om hierover te praten hebben we deze Kennisnetwerk Biociden bijeenkomst georganiseerd. Biociden moeten dus op de juiste manier worden gebruikt. Een juist gebruik van een biocide dat begint met het lezen en het opvolgen van het etiket. Het CTGB zorgt voor voorschriften op het etiket dat als je die opvolgt, dat het gebruik van het middel veilig is. Een van de veranderingen voor boeren die tijdens de bijeenkomst boer en biocide werd besproken, is geïntegreerde plaagdierbeheersing, ofwel IPM. Hiermee worden plagen voorkomen en bestreden met niet-chemische middelen. De inzet van bestrijdingsmiddelen, of biociden, is hierbij een laatste redmiddel. Pluimveehouders gebruiken deze methode bij de bestrijding van vogelmijt. Allereerst moeten ze voorkomen dat ze binnenkomen. Komen ze binnen? Dat weet je niet. Je gaat monitoren om te kijken of ze binnenkomen of de populatie toeneemt. Neemt die toe, dan ga je allereerst aan de gang met niet-chemische middelen. En pas op, als het echt niet lukt om het in de hand te houden, dan neem je chemische middelen. Maar alleen in het laatste moment, op het laatste moment, want anders zit je met resistentievormen en residuen. IPM laat zien dat biociden binnen de veehouderij duurzamer kunnen worden ingezet. Het is niet makkelijk en goede samenwerking en kennisdeling is belangrijk.